welkom. Jullie zijn niet met heel veel. Dat komt omdat ik zo'n arrogante Amsterdammer ben die Rotterdam niet kent. Dus jullie kennen mij ook niet. Maar ik vind het wel heel erg gaaf om hier te zijn. Want de titel van de speech is bedacht door Winkelman en Van Hessen. En dat is de dromen van Rogier van der Heijden. Maar mijn droom is eigenlijk hier waarheid geworden. Ik kwam hier het terrein op en man, ik wist niet wat ik zag. 3 hogescholen bij elkaar. Al die mooie en slimme jonge mensen. Hier wordt geïnnoveerd. Want innovatie moet je samen doen. Dat is eigenlijk de kern van mijn verhaal. En ik zal proberen in de komende 15 minuten jullie mee te nemen in dat verhaal. Kijk, een paar dingetjes over mijzelf. Hoe sta ik in mijn werk als ontwerper? Nou, ik heb het voorrecht om dit soort hele mooie dingen te maken. En ik denk, het staat hier in het Engels, maar als je houdt van wat je doet, dan hoef je nooit meer naar je werk te gaan. Snap je wat ik bedoel? Als je de passie kunt leggen in je baan, dan wordt alles wat je daar doet een plezier. En dan kun je dus dingen gaan maken zoals dit. Dit is lichtkunst op het Amsterdam Light Festival. En ik ben ambassadeur van licht voor de Verenigde Naties, want het is dit jaar het jaar van het licht. Voor de VN moet het elk jaar het jaar van iets zijn. En ze wisten niks beters, dus dit jaar is het licht. En ik probeer mensen bij elkaar te brengen. Wetenschappers, kunstenaars, ontwerpers, biologen en schrijvers die samenwerken aan een meer inhoudelijke toepassing van licht. En daarnaast ben ik de oprichter van het Lichtfestival in Amsterdam. En meneer Kroeske die zei het al, ik heb een tijd bij Philips gewerkt, verantwoordelijk voor design. En nu doe ik hetzelfde bij een Oostenrijks bedrijf dat helemaal niemand kent, maar dat nog leuker is dan Philips, zal ik maar zeggen. En dat heet Zoomtobel. En een vriend van mij zei, waar ben je gaan werken? Zoomteufel? Nee, Zoomtobel. Het is een oud familiebedrijf dat hele innovatieve verlichtingsoplossingen maakt. Ik denk, en dit is een quote in het Engels, want dat is door een Amerikaan gezegd, door Bill Campbell, een bekende innovator in de Silicon Valley. En die zegt, je moet wel een metafoor scheppen. Als je geen verhaal hebt bij de technologie, dan wordt het niks. Maar als je in staat bent om die 2 dingen te combineren, de engineering en de technologie, met de verbeelding en met het verhaal, dan heb je een soort magie in handen. Dan kun je dat tot grote hoogte laten stijgen. En ik denk dat het met licht net zo is. Kijk, voor sommige mensen is licht de mogelijkheid om je sleutels in je handtas te vinden. Dit is een echte ontwerp van een student geweest. Hij heeft een lampje bedacht, het ligt onder in je handtas en dan kun je altijd je sleutels vinden. Dat is handig, toch? Ja, ik zie iemand knikken. Voor anderen is licht een levensstijl. Ja? Voor dit meisje is licht haar hele toekomst. Want dat lampje wat ze in haar handen heeft, stelt haar in staat om 's avonds te leren lezen en te schrijven. En dat is haar ticket out of poverty. Hè? Daarmee krijgt ze een toekomst dankzij onderwijs. En zij woont op een plek waar de huizen geen stroom hebben. Dat zijn 1,6 miljard mensen op aarde. Die zijn verstoken van elektriciteit. Voor haar is dat lampje haar hele toekomst. Ik denk dat voor mij de toekomst van licht vooral ligt in de connectiviteit ervan. En naar mijn idee heb ik daar niet genoeg verstand van, dat we het licht opnemen in het Internet of Things. Bij Zoomtobel noemen we dat Internet der Dingen. Dat vind ik heel grappig klinken op een of andere manier. Maar wij Nederlanders vertalen dat niet. En ik wil dus gaan samenwerken met IT'ers, met experts op het gebied van data, met mensen die netwerken maken en die ook content kunnen ontwikkelen, inhoud, redacteuren. Daar wil ik licht mee gaan maken in de toekomst. En ik denk daarom dat wij verschuiven van traditionele research en development naar iets wat ik zou willen noemen design en development. Mijn verwachting is dat de echte hardcore research steeds minder wordt, omdat
nieuwe stappen nu gezet worden, niet door je af te zonderen in een laboratorium, maar door samen te werken in alle openheid. En dat is heel erg een designachtige manier van de dingen doen. Dan moet je natuurlijk wel ook dingen maken en snel testen en ontwikkelen. En dat noem ik denken met je handen. Echte hardcore research is denken met je hoofd. En design is zo heel veel denken met je handen. En zo kon dan een fietslamp ontstaan die echt was ontwikkeld samen met fietsers. In dit geval, mountainbikers die echt van de wegen afgaan en door de bossen rousen. En daar een lamp nodig hebben met hele specifieke eigenschappen. Bijvoorbeeld dat die lamp ook omhoog schijnt en niet alleen maar naar de weg. Zodat ze niet tegen een boomtak aanknallen. Nou, dat wisten wij niet op de designstudio. Dan halen we die mensen erbij. En zo ontstaat er een innovatie. Veel sneller dan vroeger het geval was. En ik vind dit een hele mooie foto. Want die jongen die creëert iets, maar hij weet helemaal niet hoe dat gaat in dat apparaat. Dus een 3D-printer of zoiets. En je hoeft dus helemaal niet meer te weten hoe dat werkt. Vroeger, als je een product wilde maken, moest je weten hoe de machine werkt die dat product voor jou ging maken. En tegenwoordig, net als met een inkjetprinter bij je thuis, heb je geen idee hoe dat ding verbinden werkt. Maar die 3D-printer ook niet. En daar kan ik dus alles mee maken wat ik wil. En zo ontstaat er een maatschappij waarin wij niet alleen maar consumeren, maar waarin iedereen ook weer zelf iets maakt en dus innoveert. En daardoor kan het allemaal ongelooflijk veel sneller gaan. En ik wil graag een voorbeeld geven uit het verleden. Dit is een lamp. Niet iedereen herkent het als een lamp, maar daarmee worden stadions verlicht. Het is ongeveer de allerbeste lamp die ooit gemaakt is. Fantastische weergave van kleuren, heel efficiënt, heel hoog vermogen, 2 kilowatt of zoiets. Maar die werd ongeveer zo ontwikkeld. Een man in splendid isolation in een laboratorium. Vooral niet vertellen aan anderen wat je doet, want dan zou het geheim misschien uitlekken. En dat duurde dan een jaar of 5 of zo. En dat werd dan op deze manier gefabriceerd. En als je daar zat en je werkte daaraan en je had een goed idee voor dat product, hoe kwam dat idee ooit terecht in de volgende versie van dat product? Dat gebeurde helemaal niet. Terwijl misschien wel de beste ideeën voor innovatie daar in die fabriekshal ontstaan. Nou, volgens mij gaat dat allemaal veranderen. De mensen die de producten maken en ontwikkelen, dat zijn vandaag de dag de app developers of zo, die kunnen zelf heel snel komen met alle mogelijke verbeteringen. Het gaat dus veel meer om mensen en het gaat veel minder om technologie. Zoals Rem Koolhaasen tegen mij zei, het maakt mij niet uit waar jij werkt, als ik jou maar bij mijn projecten kan halen. I don't care where you work. Dus ik heb mijn team nodig. Dat is mijn collectieve brein. En iemand anders die zei ooit, die hele veelbelovende en super interessante technologieën die zo uit het laboratorium fladderen, die nog heel klein en kwetsbaar zijn, maar waar misschien iets heel groots in verscholen zit. Als je dat voor jaren wilt kapitaliseren en groot wil maken, dan moet je wel met heel veel verschillende disciplines bij elkaar gaan zitten. Nou, wie zei dat? Dat was een jonge man die in 1976 een computerbedrijf heeft opgericht in Cupertino in de Verenigde Staten. En ik denk dat ik daarmee kom tot de kern van deze 15 minuten. Dat ik denk dat het creëren en het innoveren, dat het een recht is van u allemaal. Dat het niet alleen maar het privilege is van de innovation officer in het grote bedrijf. Als we nu nog zo denken, dan missen we allemaal de boot. Het is een recht dat iedereen heeft en het is heel veel leuker dan consumeren. Kan ik u zeggen uit ervaring. Zelf iets maken is het leukste dat er is. Nou, dan even terug naar dat Internet of Things. Dat, als ik het moet tekenen, dan doe ik het ongeveer zo. En een technicus heeft mij geleerd dat Internet of Things 5 keer sneller groeit dan de invoer van elektriciteit en telefonie in die tijd. Kun je nagaan, dat gaat. Twee dingen die zo belangrijk zijn voor ons dat we er niet eens meer over nadenken. Dit gaat 5 keer sneller. Ja? Dat is
een ongelooflijke snelheid. In 2020 zijn er 40 miljard apparaten aangesloten op het internet. Hier zie je dat een klein beetje gevisualiseerd. Hoe het begon met de eerste computer en hoe het eindigt gewoon daarbovenin met alles. Alles is aangesloten. En apparaten praten direct met elkaar zonder dat er nog mensen tussen zitten. Nou, wat moeten we daar dan mee? Nou, de grote problemen oplossen natuurlijk. Voedsel, veiligheid, schoon water, schone lucht, mobiliteit, vrijheid, meningsuiting. Dat is waar designers uiteindelijk aan willen werken. En ik heb als voorbeeld het verkeer genomen. Die 12%, dat is de lengte van alle files die veroorzaakt worden door het zoeken naar een parkeerplaats in de stad. 12% van het stilstaande verkeer is gewoon aan het zoeken naar een parkeerplaats. 4 jaar is de tijd die een gemiddelde westerse stedeling van zijn leven doorbrengt zoekende naar een parkeerplaats. Ja? Ik denk dat het schokkend is. We steken miljarden euro's in het verbeteren van de gezondheidszorg om de levensverwachting te vergroten. Terwijl als we het parkeerprobleem oplossen, krijgt u er 4 jaar bij. Ja? Ik denk dat je de dingen wel in verhouding met elkaar moet zien. Ja? Dit is ongelooflijk. En 17% is het de hoeveelheid van alle brandstof die verbrand wordt terwijl u stilstaat voor het stoplicht, ondanks dat er geen kruisend verkeer is. Ja, dat is dus ook schokkend. En daar wordt gelukkig tegenwoordig wel wat aan gedaan bij de allernieuwste auto's, want die slaan af, maar heel veel natuurlijk nog niet. Nou, ik wil daar graag iets aan doen als ontwerper. Maar dat kan ik niet alleen, want ik maak licht. En licht is wel belangrijk in het verkeer, maar het is niet het enige. Dus ga je bij elkaar zitten en los je dat op. Samen met IT'ers, met onderzoekers, met gedragspsychologen, met technici en met de burgemeester natuurlijk. Nou, dat kan op allerlei andere terreinen ook. Wij werken aan de weg. Wij werken aan mensen sneller genezen. Wij werken aan een beleving bieden aan mensen die naar het voetbal gaan of naar het theater. Of werkplekken. Die zijn veel productiever wanneer de omgeving stimulerend is. Dus maken we ze zo. En het gaat dus om mijn verbeelding. Want ik heb het woord verlichting nog helemaal niet in de mond genomen. Terwijl wat er in onze catalogus staat, dat zijn dozen met lampen erin. Maar je kunt daar zoveel meer mee als je het maar ziet. En nou, wij noemen dat dan, wij gaan verder dan verlichting. We take light beyond illumination. En we zijn hier bij elkaar vanwege innovatie. Nou, ik noem dat design, maar voor mij is het bijna hetzelfde. Wat ik doe voor nu is echt design voor marketing. Een product aantrekkelijker maken. Een product beter maken. Een product zo maken dat u het sneller kunt fabriceren. Of misschien goedkoper. Dat is een soort geïntegreerde marketing eigenlijk. Design is bijna niet voor de esthetiek van dingen. Design is voor de propositie van dingen. Maar als je nu ontwerpt voor morgen, en dan is het opeens innovatie, dan denk ik dat je echt werkt aan wat heet business innovation. Ja, dan gaat het lichtbedrijf zich bezighouden met gezondheid. En de productontwerper gaat zich bezighouden met de verkeersproblematiek. Dus hun ondernemingsmodel, dat verandert helemaal. Ik denk dat je dat onder ogen moet zien als je hier praat samen over innovatie. Nou, wat is dan de toekomst? In ieder geval onderschatten wij hem altijd. Dat is misschien ook een mooie takeaway van dit congres. Wij onderschatten altijd onze toekomst. We hadden het niet durven geloven. Toen Steve Jobs voor het eerst de iPad omhoog hield, zei iedereen, duh, dat gaat nog niemand gebruiken. Er zit geen toetsenbord op. Nou ja, en ik denk dat iedereen er eentje heeft hier in de zaal. In een paar jaar tijd. Wij onderschatten de toekomst altijd. En ik wou het laten zien aan de hand van een visueel voorbeeld. Ik heb een foto gemaakt van ja, de mobiele telefoons die ik heb gehad in het verleden, zeg maar. Hè? En die zijn allemaal heel verschillend. En hun kwaliteit ontlenen ze aan hun fysieke eigenschappen. Ze hebben andere knopjes en andere vormpjes, omdat ze andere dingen doen voor u. Maar als ik die foto nu maak, dan ziet het er zo uit. Wat leren we daarvan? Wat heb je daaraan? Om dit op het scherm te zetten. Alles draait nu om software. Dat Internet of Things heeft gemaakt dat de hardware eigenlijk helemaal niet meer belangrijk is. Dus dan sta ik hier als productontwerper. En elke telefoon is een zwart stukje plastic.
Maar het aantal mogelijkheden is... Er zijn 200.000 apps in de App Store. En met elke telefoon aan de linkerkant kon ik maar één ding doen. Dat is innovatie. De telefonie is helemaal veranderd. Data is dingen geworden. Je zag het net op de vorige dia. En het mooie is, ik kan het ook omgekeerd zeggen. Want uit die dingen halen we weer heel veel data. En dat voedt weer de innovatie. Nou, daar heb je allerlei mogelijkheden voor om het ook zelf te doen. Ziet iemand wat dit is? Arduino. Proud to be a nerd. Hè? Zo is dat. Dit is Arduino. Maar wat is Arduino? Arduino is een kleine PC die je overal in kan stoppen. En als je een beetje code leert, kun je hem programmeren en alles laten doen wat je wilt. €25 zijn de kosten. Stel je even voor. Alles wat ik vanaf nu verzin, heeft een Arduino van binnen. Waarom niet? Wat zegt u? Or a Raspberry Pi. Oké, er zijn de Arduino-fielen en er zijn de Arduino-foben, hè, zal ik maar zeggen. Goed. Dat is een andere lezing volgens mij. Nou, wij herkennen dat ook als bedrijf, hè, dat het niet gaat om onszelf, maar om de anderen. En ook al zijn wij een commerciële onderneming in innovatie, wij loven een grote geldprijs uit aan degene waarvan wij vinden dat ze nog beter doen aan innovatie. En dit jaar was dat het bedrijf Arup in Londen, zo'n innovatiebureau. En die hebben deze gevel bedacht. Die gevel die zit vol met alg. En die alg die filtert het licht, zodat het binnen niet te warm wordt. Maar die alg die groeit ook heel hard in die gevel. En dat wordt geoogst. En dat gaat in een kachel. En daar wordt warm water mee gemaakt. Ongelooflijk, toch? Ik vind het echt ongelooflijk. Dus hebben wij een grote prijs gegeven. Het heet BioLeaf. Je kunt het opzoeken. Het is van Arup, A-R-U-P. En kijk hoe trots ze zijn, omdat ze die prijs gewonnen hebben. Maar het leuke is aan die foto, dat het zo goed past bij dit verhaal. Als je heel goed kijkt, hebben ze zich allemaal netjes aangekleed, maar allemaal op een andere manier. Er staat een designer bij, een techneut, een wetenschapper en een ondernemer. En je pikt ze er zo uit natuurlijk. Wij doen hetzelfde eigenlijk binnen ons bedrijf. We proberen drie bloedgroepen als het ware bij elkaar te brengen en samen te innoveren in plaats van apart. En zo ontstaan dan de oplossingen die je terugvindt in de openbare wereld. En zo, geen van deze projecten gaat om verlichting. Hè? Dit hotel is echt een belevenis geworden met dit lichtplan. Dit warenhuis, dat is waar iedereen over praat, omdat het een soort mega lichtsculptuur is geworden. Zoals ik al zei, we kunnen mensen sneller laten genezen doordat ze beter slapen als wij 's avonds ander licht laten schijnen. Dat is allemaal aangetoond met volledig serieus onderzoek. We kunnen mensen beter laten werken in kantoren met goed licht. We kunnen mensen in staat stellen iets te scheppen. Een kunstenaar, Olafur Eliasson, heeft deze prachtige kroonluchter gemaakt met ons. Mijn studenten hebben deze lichtsculptuur gemaakt. En dan denk je, nou, er hangt gewoon een zootje TL-buizen daar bij het raam in deze winkel. Ja, dat denkt u toch? Maar wacht even, als je er omheen loopt en het perspectief verandert, dan staat er opeens iets. Dat is toch fantastisch? Ja, deze jongens en meisjes hebben zichtlijnstudies gedaan en perspectief bestudeerd en TL-buizen gevonden in de kelder en een sculptuur gemaakt. En daar staat het woord foam. En dat is de naam van het museum waar de winkel bij hoort. Ja, dus van de ene kant is het zo en van de andere kant is het zo. Ik ben hartstikke trots op mijn studenten. Dit is innovatie. We kunnen projecten verduurzamen, zoals deze torens in Abu Dhabi. We kunnen een gebouw zich laten aanpassen aan de activiteit die daar gebeurt. We kunnen het gebouw een merk laten zijn. Dit is voor Ferrari. En waarom maken we dat licht zo crisp en zo wit? Omdat die rode auto's dan nog rooier zijn natuurlijk. Zelfs in een tunnel kunnen we het nog interessant maken. Binnen alle regelgeving en binnen alle voorwaarden die daar gesteld worden. We kunnen veiligheid bevorderen in de fabriek van Bosch bijvoorbeeld. Of we kunnen voor ontspanning zorgen zoals in het Grand Hyatt Hotel. Allemaal met licht. Als je maar samenwerkt met de art director, met de ontwerpers, met de technici. We kunnen
een hele luchthaven efficiënter maken dan dat hij was. Dit is Beijing Airport. Maar je moet het wel samen doen. Dit is misschien wel het beeld wat het meeste uitdrukt waar deze korte lezing over gaat. Want als je het hier in het team, als iemand een foutje maakt, dan faalt het hele team. Innovatie is iets wat je niet alleen doet. En daarom heb ik besloten om in Amsterdam, sorry, als ik hier, nu ik hier geweest ben, zou ik bijna denken, ik had het in Rotterdam moeten doen, maar een open innovatiehuis te beginnen. Hè? En daar aan het IJ, kijk, wij hebben daar ook één boot. Ze staat op de foto. Maar op de bovenste verdieping daar komt mijn lichtforum voor open innovatie. Daar kunt u komen vertellen wat er anders moet aan licht. En wij zitten daar met onze technici en onze roadmap van ontwikkeling om te horen wat we moeten doen. En ik denk dat dat een nieuwe, snellere en effectievere vorm is van innoveren dan we tot nu toe hebben gedaan. Vergeet niet, van research en development gaat de hele ontwikkeling naar design en development. En soms moet je daarin gewoon een beetje risico nemen. Because when you think that everything is under control, you just don't drive fast enough. En dat was Mario Andretti. Dank u wel voor uw aandacht. Ik hoop dat het een kleine bijdrage is aan het Nederland Innoveert Congres. Bedankt. Nog hier, dankjewel.